De aanpak van jeugdcriminaliteit zal een samenwerking zijn met de afdeling jeugdzaken, de buurtmanagers van politie en het ministerie van AWJ. Justitieminister Kenneth Amoksi zei vandaag, voor aanvang van de vergadering van de Raad van Ministers, dat er plannen zijn gemaakt om bewustwording bij de jongeren op gang te brengen. We hebben ook de afdeling jeugdzaken van de politie, die zich dus hierop zal concentreren met voorlichting onder de jongeren, te brengen van de voorlichting naar scholen, naar gemeenschappen, naar jongerenorganisaties die in interactie zijn met de afdeling jeugdzaken. Ook voor wat betreft verkeer, er is een curriculum ontwikkeld voor het verzorgen van verkeerslessen, verkeerseducatie op een jonge leeftijd. Eenmaal ik praat over jongeren, laat mij ook van hieruit de familie condoleren, de klasgenoten van de twee jongeren die eergisteren zijn komen te overlijden vanwege een verkeersongeval. De minister geeft verder aan dat er wat betreft wetgeving ook andere maatregelen getroffen moeten worden om de jeugdcriminaliteit aan te pakken.